Yo, we hebben net de battle gehad van Apollo tegen Symmetric. Apollo, hoe vond je het gaan? Kut. En dan heb ik wij weer aan de grote zeggen. Het ging gewoon kut. Ja, ik had wel bars, maar blijkbaar landde dat niet. En dan zijn misschien mijn bars te slecht. En ja, dan is het gewoon een kut battle. Je had wel een hele dope symmetrische scheme. Ja. Dat is dan ook de enige die landt. De rest had ik in principe wel goed uitgedacht. Alleen of het gaat over hoofden, of het wordt niet begrepen, of mijn bars zijn gewoon kut. En ik denk dat het dan het laatste is. Dus ja. Ik kan er wel gaan zeggen van ja, mijn bars waren wel dood, maar het publiek begreep het niet. Nee, mijn bars zijn gewoon kut dan, dus ja. Maar met dat stukje van die scheme over symmetrisch laat je wel zien dat je in je hebt. In andere battles heb je ook toch wel hier en daar laten zien dat je het in je hebt. Hoezo kan je dat niet 3 rondes volhouden? Ja, maar Excellent heeft zelf gezegd, potentie is er niet meer. Als ik niet goed genoeg ben voor de laatste 16, dan is het gewoon klaar op dat moment. Daar moet ik ook gewoon heel eerlijk in zijn. Ik kan er wel events blijven doen, maar als het publiek dan niet reageert, dan zie ik ook niet in waarom ik nog überhaupt nog zou moeten battelen. Dus volgens jou is het op dit moment klaar voor jou? Op dit moment wel. Persoonlijk op persoonlijk vlak wel. Mocht het nog zo gek lopen, dan doe ik nog wel een event mee. Maar ik zie een kleine kans dat ik nog terugkom. Ja. Alright, cool. Ik hoop dat je terugkomt. Succes nog verder. Dankjewel. Ja? Dankjewel.